burgemeester, geachte schepenen, raadsleden en leden van het Sociaal Comité, geachte genodigden. Bijzonder welkom aan algemeen directeur van de Damianactie, Alex Joko, en aan diensthoofd van de vrijwilligerswerking van de Damianactie, Jacques Rion. Beste vrienden van de Damianactie en van het Dr. Hemerijks Comité, beste familie van Dr. Hemerijks. Allen van harte welkom op de huldeviering van Dr. Frans Hemerijks op 2 dagen na, 50 jaar na zijn overlijden. Is Dr. Hemerijks voor u ook de strafste in of iter ooit? Ik vrees dat ik er juist een beetje in mijn speech het woord de strafste innoviter uitgevonden heb. Misschien zullen anderen dat ook al gezegd hebben. Maar het zou misschien iets moois zijn om in 2021, 1200 jaar na de eerste benaming in een officiële oorkonde van Ninove, weliswaar een andere naam, om dan uit te pakken met wie is de grootste Ninoviter. En het zou symbolisch heel mooi zijn dat naast Damiaan, Pater Damiaan, die de grootste Belg is, dat we ook hier in Ninove een grootste Ninoviter hebben die op hetzelfde domein actief was. Dag Steven Dobbelaren, u bent een van de mannen achter de Damianactie hier in Ninove. Uw eerste indrukken over de viering? Het is een zeer emotionele viering, zo. Zeer mooi, sereen in mijn ogen. Zo. En het gedicht hier, dat je ziet, dat is eigenlijk een gedicht van een mens die het ook doorleefd heeft. En effectief, Dr. Hemerijks, hij woonde hier vlakbij. Ja. Als we terugkeren straks, kunnen we het zien zo. En dus lepra is effectief een ziekte die nu kan genezen worden. Maar als er iemand is in India bijvoorbeeld en ze hebben nog lepra nu, dan krijgt die familie nu nog altijd in 2019 een stempel. Dus ze hebben meegemaakt een tijdje geleden. Er was iemand die les gaf en die onderwijzeres had lepra. India is een enorm groot land. Ze is meer dan 500 kilometer verder gegaan onder de vakantie. Ze heeft zich daar laten behandelen en ze heeft nooit gezegd dat ze lepra had. Je mocht dat niet zeggen, nog niet. Hè? Schroom, ze hebben er altijd schrik van zo. Maar ja, hier in Ninove, we zijn eigenlijk blij dat we dokter Hemerijks gehad hebben zo. En wat de Ninoviters eigenlijk misschien niet weten, maar die is ooit voorgedragen geweest als Nobelprijswinnaar voor geneeskunde. Ja, dus het is uiteindelijk dan Albert Schweitzer geworden, ja, die zich ook inzette voor de melaatschheid zo. Een goede tweede dus. En, maar Hemerijks zijn idee was, hij zocht geen, hij wou dus niet bekend worden. Hij zei, eigen lof stinkt. Ja. Dus hij zocht dat allemaal niet. Hè. Hij wou alleen dus mensen helpen zo. En daarvoor heb ik enorm veel respect voor hem. En we proberen, en we zeggen, uw ouders, mijn mama? Uw mama heeft ook jaren rond geweest, een straat rond geweest, op Terduist. Hè. Ja, dus dat zijn de mensen die het hier gedaan hebben. Hè. Alex Joko, u bent algemeen directeur van de Damiaanactie, nationaal. Er wordt een nieuwe award uitgereikt die de naam Frans Hemerijks draagt. Wat kan u daarover vertellen? Well, inderdaad, we creëren nu een Dr. Hemerijks Award. Dit award heeft 2 doelen. Eerst de kennis en de expertise rond lepra te verzekeren, ook voor de toekomst. En een tweede ook het onderzoek voor te zetten. En door deze award, we hopen dat we kunnen aandacht krijgen van autoriteiten, maar ook het publiek, zodat we kunnen ook Damianactie steunen in de toekomst. Wist u dat dokter Frans Hemerijks uit Ninove kwam? Ja, ik wist het. Okay. Ik was ook in de 80 hier geweest met mijn vrouw om zijn huis te bezoeken. Okay. Ik ben een gelukkig man en stadsdichter omdat hier vandaag
mijn sterkste, vind ik dan toch, persoonlijk stadsgedicht wordt onthuld. Ik heb het jaren geleden geschreven, met veel kracht en overtuiging, met warmte ook, voor die unieke figuur die dokter Hemerijks is. Schepen Evenepoel heeft het hier daarnet gehad over de grootste Belg, Damiaan, wel de grootste Ninoviter is, zonder enige tegenspraak en zonder enige twijfel, dokter Hemerijks. Ik heb hem als grote figuur, als grote warme man, al jarenlang verdedigd hier en in de omstreken van Ninove. Hij is de grootste Ninoviter. De tranen van lepra, dokter Frans Hemerijks ter ere. Hier, op een steenworp van Dender en Fabrieken, stond zijn wieg en speelde Frans als kind. Hier draaide zijn vader kunstig kaarsen, was moeder in de weer met haar winkel en gezin. Maar de jonge dokter droomde snel ver weg, naar het duister hart van Afrika en de littekens van de ziekte die door Damiaan uit de kerker van het groot vergeten werd gered. Ik zie Frans speels dansen met Marie Salome op de tonen van het prille huwelijksgeluk. Daarna wenend aan haar veel te vroege broesegraf of in zijn werk op de vlucht voor het verdriet. Dan kwamen India en Polambakan als een nieuwe thuis voor zijn gevecht met de klamme klauwhand van de lepra. Hij liet er zich met bloemenkransen tooien, een feest van kleuren rond zijn grijze baard, tot hij, moe en ziek, de trage uren telde. Op zijn gelaat een gouden lepra-traan, laten we hem niet, nooit vergeten. Dank u. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.